Culemborg in gezonde financiële positie. Ja, glazen huis in Culemborg. En een 2000 kilometer lange wandeltocht met Indy en Vee. Goedendag en welkom bij het Culemborg TV Maandjournaal van oktober. Mijn naam is Robert van der Zanden. En mijn naam is Marjolein Verhallen. U zult wel gedacht hebben, ik mis Culemborg TV. En dat klopt, want we zoeken namelijk vrijwilligers, zodat we elke maand of liever nog elke twee weken een journaal zouden willen maken over onze mooie stad. Dus wil je meedenken in de redactie, wil je presenteren, wil je de straat op, wil je filmen of wil je misschien monteren? Dan zoeken we je. Stuur een mail naar redactie@culemborg.tv of kijk op onze Facebookpagina en stuur een persoonlijk bericht. Nou, we gaan terug naar de orde van de dag en we beginnen met de begroting van de gemeente Culemborg. Want in een tijd van bezuinigingen en economische crisis heeft het college de koers uit het coalitieakkoord, genaamd Samenwerken aan Culemborg, vastgehouden zonder dat er lastenverhogingen voor de inwoners zijn. En samen met die inwoners, de gemeenteraad en de organisatie is gewerkt aan een vitale Culemborgse samenleving. Onze financiële positie van de stad is op dit moment gezond en bijna alle bezuinigingen zijn gerealiseerd. En het meerjarenperspectief is tot en met 2021 positief. Op donderdag 2 november vindt het afrondende debat plaats tussen de raad en het college. En besluit de raad over ingediende moties en amendementen. En stelt de stad de begroting en de belastingverordeningen voor 2018 vast. Ja, voor de precieze details kun je kijken op culemborg.raadsinformatie.nl. Ja, en we blijven nog even bij de gemeente naar financiën. Het kost de stad Culemborg 500 miljoen euro om deze klimaatneutraal te krijgen. En dit vraagt naast inspanning van de gemeente ook om inspanning van de inwoners. Maar hoe komen wij dan als bestaande huishoudens los van gas? Onze Femke, ze ging op bezoek bij de wethouder Joost Reus om de status van klimaatneutraal Culemborg in beeld te krijgen. Tientallen elektrische auto's. Bedrijven, particulieren die op weg zijn naar zelfvoorzienende gebouwen. Maar de ambitie van de gemeente Culemborg gaat veel verder. Ik sta hier vandaag voor het stadskantoor van Culemborg, want we hebben een afspraak met wethouder Joost Reus. Gaan jullie mee? Meneer Reus, u heeft duurzaamheid in uw portefeuille. Waarom duurzaamheid? Nou, we willen graag klimaatneutraal worden in Culemborg. Dat betekent dat we evenveel energie gebruiken als dat we opwekken. En dat is om allerlei redenen belangrijk. We willen het effect op het klimaat verminderen. We willen minder afhankelijk worden van andere landen als het gaat om energie. En het biedt ook heel veel werkgelegenheid. Dus ook een goede reden om nu over te schakelen naar andere vormen van energie. Nu hebben we vastgesteld met elkaar dat we in 2040 helemaal energie-neutraal willen worden. Dus dat betekent dat we dan evenveel energie gebruiken als dat we duurzaam opwekken in ons eigen gebied. En dat gaan we nu steeds concreter maken door ook te zeggen van ja, wat willen we dan over 3 jaar en over 6 jaar bereikt hebben. Ik heb begrepen dat wij het als gemeente Culemborg daar ook helemaal niet slecht van afbrengen als je kijkt naar wat andere gemeentes aan klimaatneutraal doen. Nou, op sommige gebieden zijn wij heel erg goed bezig op klimaatgebied. We zijn derde geworden als het gaat om duurzame mobiliteit. Dat betekent dat heel veel mensen in Culemborg al met de trein reizen en met de fiets gaan. Maar als je kijkt naar duurzame energie, daar zitten we nog op 5%. Nou, dat betekent heel concreet dat mensen zullen hun huizen moeten gaan isoleren. Als je je huizen goed isoleert, dan kun je met heel weinig energie je huis verwarmen. En kun je met bijvoorbeeld elektriciteit je warmwatervoorziening regelen. Je kunt elektrisch gaan koken. Als die elektriciteit dan vervolgens duurzaam is opgewekt, dan zijn we op de goede weg. Dus we zullen er rekening mee moeten houden dat de elektriciteitsprijzen en de aardgasprijzen gaan stijgen. En dat is ook nodig om ervoor te zorgen dat isoleren en andere vormen van energie concurrerend worden. We zijn nu in Parijs, hebben we afgesproken, in de wijk Parijs, dat alles ten westen van de laan naar Parijs, dat daar geen aardgas meer komt. Dus dat de huizen daar op een andere manier verwarmd gaan worden. Dat kan met een elektrische oplossing, met warmtepompen. Dan ga je je huis zo goed isoleren dat je met heel weinig warmte je huis kunt verwarmen. Nou, als je dan zonnepanelen op je dak hebt, dan kun je ook een boiler gebruiken om je warm water te voorzien. Je kunt koken op elektriciteit. Dus op die manier krijg je je huis al bijna energie-neutraal. Dat gaan we ook samen met bewoners doen. Wat de beste manier is om wijk voor wijk in Culemborg van het aardgas los te komen. Nou, dit vraagt investeringen van iedereen.
Maar die investeringen verdienen zich natuurlijk wel terug op den duur in een lagere energierekening. Alleen, ja, niet iedereen heeft dat op de bank staan, hè, dat geld. Dus vandaar dat wij ook hebben gezegd, we gaan duurzaamheidsleningen invoeren. Dus daar hebben we nu 1 miljoen euro voor uitgetrokken. Ja, iets van 500 miljoen om heel Culemborg zover te krijgen. Nou, dat wordt heel moeilijk om dat met z'n allen op te brengen. Dus we zullen ook kijken naar pensioenfondsen, andere financiers, om dit voor te financieren. En dat mensen dat vervolgens terugbetalen met een lagere energierekening. We moeten echt in actie komen met elkaar. En dat kan niet alleen de gemeente doen, dat moeten we met z'n allen doen. Dus alle bewoners, alle bedrijven, alle organisaties. Denk na over wat je de komende jaren, hoe je je energie gaat, in je eigen energie gaat voorzien. Wat zijn de meest opvallende initiatieven die u ziet? Nou ja, Vrijstad Energie is dat een heel belangrijk initiatief dat we hebben gesteund. Daarnaast zijn er nog mensen bezig met elektrische auto's. Er is een parkeerplaats bij Langs Meer, die wordt nu overdekt met zonnepanelen. Daar komen elektrische auto's onder te staan. Die elektrische auto's leveren dan 's avonds weer energie voor de huizen. Waar bent u dan het meest trots op als u naar al die successen kijkt? Nou, ik ben het meest trots op dat er zoveel initiatieven zijn in Culemborg. En dat er zoveel mensen enthousiast zijn om hier iets aan te gaan doen. En ja, dat moeten we met elkaar gaan stimuleren, want alleen als gemeente kunnen we het niet. We hebben echt iedereen keihard nodig. Over 10 jaar, nou ja, dan hoop ik dat we echt een forse stap hebben gezet. Dat er een aantal windmolens bij zijn gekomen. We staan er nu 3. We zijn nu aan het spreken met de gemeenteraad over wat zijn nou de voorwaarden om extra windmolens neer te zetten. Dan hoop ik dat er een wijk in Culemborg is die van het aardgas af is. Die huizen op een andere manier worden verwarmd. Dat mensen daar ook enthousiast voor zijn geworden. Dat Parijs is ontstaan met een gasloze wijk en energieleverende huizen. Dus dat we met z'n allen op allerlei terreinen progressie hebben gemaakt. Ja, en de wethouder die noemde het al. De enorme initiatieven die in de stad genomen worden. En ook veel bedrijven dragen bij aan een klimaatneutraal Culemborg. Dat is een mooi bruggetje naar ons volgende item, want ter gelegenheid van de net geplaatste zonnepanelen op het dak van het bedrijf liet Multidesk tijdens zijn open dag zien hoe het meebouwde aan een solarauto, ontwikkeld door de TU Eindhoven. We staan hier nu in de fabriekshal van Multidesk en ter gelegenheid van ons event, opening van de zonnepanelen, maar daar hebben wij ook een partij voor uitgenodigd, in dit geval Solar Challenge van de Technische Universiteit in Eindhoven. Ons hele project is gebaseerd op sponsoring. Dus we werken met ontzettend veel bedrijven samen. En dan gaan wij gewoon zoeken. Gaan wij op internet zoeken. We gaan rondvragen naar welke bedrijven zouden ons eventueel bij kunnen helpen. Dan kwamen we eigenlijk al snel uit dat interieurbouwers en dat soort bedrijven een goede match zouden zijn. Dus daarop zijn we gaan zoeken. En toen ben ik bij Van Drent uitgekomen. We hebben een afspraak gemaakt. En eigenlijk waren ze al meteen enthousiast. En een aantal gesprekken later was de deur rond. Hier zijn ongeveer de helft van de mallen is hier gemaakt, van de kleine mallen. Dus een aantal zitjes zijn hier gemaakt, een aantal interieurmallen, een mal voor het stuur is hier ook gemaakt. En ja, wij staan eigenlijk nu bij een machine die onderdelen heeft gemaakt voor de nieuwe Solar Auto, die in 2017, dit jaar, in Australië mee gaat doen aan de cruiserklasse. En daarvoor hebben wij verschillende mallen voor hun gemaakt. Waaronder mallen voor het stuur, de stoelen die in de auto gaan, maar ook de carrosserieonderdelen. De kleinere carrosserieonderdelen hebben wij, MDF-mallen hebben wij gemaakt, die hebben wij geperst. En vervolgens hebben we die vervolgens met de vrees bewerkt op een 3D-manier. Zodat wij voor hun het zo kunnen voorbereiden dat zij met de carbononderdelen in deze mal uiteindelijk de auto kunnen gaan maken. Volgens mij is dit de mal van gedeelte van het stuur. Dit zijn inderdaad onderdelen van het nieuwe stuur. En er zit zelfs een iPad-houder, heb ik me net laten vertellen. Daar worden ze meteen knoppen uitgemaakt die ook weer aan het stuur komen. En dit is eigenlijk de laatste mal. Die kwamen ze ook vandaag echt ophalen. We zijn hier zo'n 3 maanden mee bezig geweest om die mallen. Dat zijn kleine mallen tot hele grote mallen. En het is voor ons wel een voorrecht om eraan mee te doen. We doen het geheel belangeloos. Omdat ik zelf vind en wij als bedrijf vinden dat die duurzaamheid, het overgeven van onze planeet aan onze volgende generatie. Dat vinden wij persoonlijk gewoon heel erg belangrijk. En ja, als we daar op een bepaalde manier een steentje bij kunnen dragen, dan voelt dat goed. En dan is het ook gewoon heel erg prettig dat we dat kunnen met ons vakmanschap.
deze op zonne-energie gebouwde auto die deed het heel erg goed in de World Solar Challenge 2017. Ze zijn namelijk eerste geworden in hun cruiserklasse. En met een gemiddelde snelheid van 75 km per uur hebben zij door Zuid-Australië gereisd. Wil je meer weten over hun verhaal? Kijk dan even op de website www.worldsolarchallenge.org. Het heeft natuurlijk wel kopzorgen gekost afgelopen jaar, maar ik ben zo trots op deze hele groep dat we met z'n allen hebben verbracht. Van Utrecht naar Boekarest. En dat doet ze wandelend met twee honden. Monique Dubbeldam die startte namelijk eind augustus deze 2000 kilometer lange tocht om geld binnen te halen voor straathonden in Roemenië. En omdat we toch wel benieuwd zijn hoe het met haar gaat, hebben we gevraagd of ze speciaal voor ons een vlog wilde maken waarin ze vertelt hoe het met haar en haar honden Indy en Vee gaat. Dogs 2017 in Sibiu, Roemenië. We hebben er ongeveer 1700 kilometer op zitten. Helaas mogen we in Roemenië niet overal lopen. Dat is gewoon verboden. Dus ja, we hebben nu helaas wat meer kilometers dat we toch met ander vervoer moeten doen. Hoe voel ik me? Prima. Ik mis thuis natuurlijk verschrikkelijk. Man, kinderen. Dus ik zou blij zijn als ik ze straks weer zie over een dag of 14. Hoe doen Indy en Vee het? Indy en Vee hebben de tijd van hun leven. Ze zijn 24/7 bij me. We doen allerlei leuke dingen behalve wandelen. Ze worden uitermate verwend door iedereen die we tegenkomen. De reacties in de landen waar we komen of zijn geweest en waar we nu zijn in Roemenië zijn eigenlijk overweldigend. Mensen zijn toch een beetje soort van sprakeloos over deze actie. Vooral Roemenië pakt het heel erg op in de media, landelijk. Alle kranten van de steden waar we komen pikken het op. Omdat Roemenië langzaam ook begint in te zien dat er wat moet gebeuren. Heb ik nog wat voor Culemborg? Het zou heel leuk zijn als er wat sterilisaties gesponsord kunnen worden uit naam van de gemeente Culemborg. Mensen, kijk op de website, kijk op Facebook en doneer één of meerdere sterilisaties. Alle beetjes helpen. En wil je weten hoe ze het de laatste 300 kilometer ervan afbrengt? Volg dan via walkfordogs2017.nl. Afgelopen maanden zijn er weer een tiental auto's in de brand gegaan. Inmiddels heeft de gemeente de burgers gevraagd om extra mee uit te kijken door lid te worden van een buurtapp en om de camera's die ze aan hun huis hebben hangen aan te melden.
Op deze manier kan er meer controle worden uitgeoefend. Ook werd gevraagd of de media zich in acht wilden nemen met betrekking tot de berichtgeving, maar dat zou erop neerkomen dat mensen niet op de hoogte gaan worden gehouden. De hangplek op het steenoverterrein wordt aangepakt. Al tijden is dat hok een doorn in het oog van heel veel Culemborgers en bovendien geeft het een gevoel van onveiligheid. De politie heeft op Facebook een oproep gedaan aan jongeren onder de 18 jaar om samen met de politie te kijken naar een nieuwe bestemming voor die plek. Dus wil je meedoen, ga naar de Facebookpagina van de politie. Het afgelopen jaar werd een van de oudste en meest bijzondere schilderijen uit de collectie van het Elisabeth Weeshuis Museum onderzocht en gerestaureerd. Het heet de Memorytafel met Elisabeth van Culemborg. Tot en met 4 maart 2018 staat het schilderij centraal in de tentoonstelling Het Geheim van de Tafel. Culemborg TV was erbij toen het schilderij weer terugkwam in de stad. We staan hier op de opening van de tentoonstelling Het Geheim van de Tafel in het Elisabeth Weeshuis Museum in Culemborg. Deze tentoonstelling heb ik samengesteld omdat ik er onderzoek heb gedaan naar het schilderij wat u hier achter mij ziet. En omdat het schilderij afgelopen jaar is gerestaureerd door Laurence Solzani en Eneida Parera. Achter mij ziet u dus de memorietafel met Elisabeth van Culemborg en haar beide echtgenoten. U ziet links Jan van Luxemburg, dat is de eerste echtgenoot van Elisabeth, waar ze in 1501 mee trouwde. Hij was onder meer raadsheer van Philips de Schone. En de restaurateur heeft de verf teruggebracht tot de oorspronkelijke staat, dus de 16e eeuwse verf. En dat bracht voor ons natuurlijk weer veel verrassingen, maar ook mysteries. Zo kwam er rechtsonder een inscriptie tevoorschijn. Is het een handtekening, een datering of gewoon een naam? We weten het niet en we kunnen het ook nog niet ontcijferen. Maar als u het weet, houden we ons natuurlijk aanbevolen. Verder waren de gouden gewaden ook echt een verrassing voor ons. De heldere kleuren van het goud, maar ook het contrast met het rood en het wit. Het is prachtig geworden en ja, echt heel erg mooi. Ten slotte was er ook nog een grote verrassing voor ons. En dat is namelijk dit wapenschild. Dit is het alliantiewapen van Elisabeth van Culemborg en Antonis van Lalaing. We zien hier dus het wapen van Elisabeth gecombineerd met het wapen van Antonis, wat we hier ook in zijn geheel zien. Maar u ziet het al, dit wapen is anders dan die. Dat komt doordat er hier een zwarte ruitjes zitten tussen de witte. Dat was voor de restauratie niet zo. Waarschijnlijk heeft een vroegere restaurateur het overgeschilderd. Boven de portretten ziet u een opschrift en in dat opschrift staat dat ze alle drie zijn geportretteerd op 31-jarige leeftijd. Heeft u hem al bewonderd? Het heropgebouwde poortgebouw van Sprokkelenburg. Ja, dat gebouw of die poorten aan de burgemeester Hoytemalaan, dat is in de Plantage, is nog de enige tastbare herinnering aan het voormalig sportpark. En wij hebben er beelden van. Forte! Oh.
Ja, ze hebben weer gereden, die 1000 assen. Verstandelijk beperkte mensen kregen weer de dag van hun leven toen ze met truckers een prachtige tocht maakten door de Bommelerwaard en de Betuwe met als apotheose een feestmiddag met bekende artiesten. Ik wil alle mensen even bedanken dat ze allemaal meegewerkt hebben. En laten hopen dat volgend jaar weer een succes is. En het is een hele fijne rit geweest in Zandvoort. Alle mensen die, en die staan allemaal keurig netjes te zwaaien naar iedereen. En het is door het, en al die jongens die zijn mee. Ik voel mij ook een beetje schuldig. En we werken allemaal gezamenlijk met alle mensen. Gezamenlijk. En het is heel een fijne rit geweest. En ik hoop dat ze het alle jaren nog mogen doen met plezier. En in Apeldoorn, daar staat het Nationale Glazen Huis voor Serious Request. Maar in Culemborg, ja, daar wordt het gewoon vast veel gezelliger. Want ook daar komt een glazen huis te staan. En we gaan daar proberen om zoveel mogelijk geld op te halen voor het Rode Kruis. Margriet Kuijer van Café de Mart is initiatiefneemster en we gingen op visite. Glazen huis Culemborg, hoe ben je tot het idee van Glazen huis Culemborg gekomen? Vorig jaar toen een collega die bij mij werkt, Lida, die vertelde mij dat ze dat ooit had gezien bij een café van die gingen geld ophalen voor het glazen huis. En hebben we het in de agenda gezet. En een jaar later kwamen we het glazen huis tegen in de agenda. Toen dachten we, nou daar gaan we toch serieus mee aan de gang. Gekeken wat het doel is voor dit jaar. En het Rode Kruis heeft gekozen om kinderen in oorlogs- en natuurrampgebieden te herenigen met hun familie. Nou, dat vonden we natuurlijk wel een heel erg mooi doel. Afspraak gemaakt bij de gemeente van is het mogelijk? En dat was het. En toen is het balletje gaan rollen. En doordat Culemborg zo enthousiast is en zo lief is, is het eigenlijk een beetje ontploft. En er zijn zoveel leuke acties die nu al gaande zijn. En hoe mooi is het om in Culemborg te laten zien dat we gewoon saamhorig zijn de week voor de kerst. Als we nou eens even samen naar die wand gaan, even kijken. Even kijken. Michael Omen, zangeres Marlene. Wat vind je, burgemeester die gaat wat doen? Ja, wat heel leuk is dat er zoveel mensen die, vooral ook heel veel Culemborgers, in actie komen. Van kinderen die spulletjes gaan maken, die ze gaan verkopen. Artiesten, ontzettend veel artiesten. De burgemeester die gaat lunchen met twee mensen waarop geboden kan worden. En waar komt het glazen huis? Dat komt hier voor? Ja. Te staan. Ja, voor Café de Mart, midden op de markt. En dan maken we een dorpje om Café de Mart heen. Met terrassen, podium, met marktkramen. Zodat iedereen, een vereniging, ondernemer, school, individuele mensen zich kunnen presenteren. Dingetjes kunnen verkopen om zoveel mogelijk geld in te zamelen. En mensen kunnen ook een soort van gokken, hè? Dan zie ik daar. Moeten ze €5 inzetten en wat gaan we ophalen hier in Culemborg? Het is al best wel een hoog bedrag, hè? Er zijn mensen die zeggen 27.000, 30.000 euro. Ja, van 9.000 en de hoogste is 87.000. Ja, dat is bizar. 87.000? Ja, ik word er een beetje zenuwachtig van, hoor. En het is natuurlijk heel mooi om zo'n mooi bedrag, want ik ga zelf op kerstavond met Lida, die hier werkt, de cheque overhandigen in Apeldoorn, waar dit jaar het echte glazen huis staat. En hoe groter bedrag, hoe mooier het is. Nou, heel veel succes, hè. En vanaf 21 december tot en met... 21 december om 4:15 wordt het glazen huis geopend door de burgemeester. En 24 december om 5:00 gaan we dicht. Mocht je het willen volgen, kun je op www.glazenhuisculemborg.nl zien wat er allemaal speelt en wat er gaat gebeuren. Kiki Henne van Duin die werd tweede op het Kids Teen NK Pole Fitness 2017. Een mond vol. Wow. Maar het heeft alles te maken met aan zo'n, hoe noem je dat? Echt? Aan zo'n paal? Aan zo'n paal, ja. Echt? Ja, pole fitness. Een sport die onder de meesten nog niet heel populair is, maar toch vereist ook deze sport de nodige doorzettingsvermogens, spieren en lenigheid. En trots op onze Culemborgse verdiepte Femke zich verder in de sport en nam een kijkje bij een van haar trainingen. Kiki Henne, jij hebt afgelopen jaar het NK Pole Fitness gewonnen. Vertel eens, wat is daar zo leuk aan pole fitness? Nou, het is gewoon natuurlijk gewoon superleuk en je kan allemaal nieuwe dingen doen. En ja, het is gewoon de kracht ook die je erin zet en ja... Weet je nog de eerste keer dat je pole fitness zag? Wat dacht je toen?
ja, ik wist nog niet zo goed wat het was, maar het leek me wel erg leuk. Dus vandaar dat ik het ook ben gaan doen. Ik kan me voorstellen dat mensen zeggen van het lijkt wel een beetje op paaldansen. Wat zeg jij dan? Nou, mijn antwoord is meestal van nee, het is geen paaldansen. Want het is, zeg maar, het is pole fitness en het is meer de kracht die je erin zet en niet de dans. Ik zag jou net even trainen en toen zag ik bijvoorbeeld wel wat rode plekken aan je benen. En ik kan me ook voorstellen dat je wat last hebt van je handen. Hoe zit dat? Nou ja, je moet natuurlijk goed grip houden. En ja, als je geen goede grip hebt, dan val je naar beneden en dat wil je niet hebben. Dus dan kan je beter iets meer pijn hebben dan daaruit vallen. Raak je daar ooit aan gewend, aan die pijn? Ja, daar raak je heel snel aan gewend. Want er komt een laagje eelt op je handen of hoe moet ik dat zien? Ja, nou, je blijft het herhalen en herhalen. Dus hoe vaker je het doet, hoe minder de pijn wordt. Hey, en op het NK heb je zilveren medaille ontvangen. Ja, dat klopt. Hoe voelde je je toen? Ja, ik vond het wel gaaf om gewoon zo'n medaille om te hebben. En het is de eerste keer, dus ja, dat is helemaal cool. Waar denk je dat je het aan te danken hebt dat je zo ver gekomen bent? Ja, aan het harde trainen en ook de plezier die je erin hebt. Je noemt al plezier, maar ik kan me ook voorstellen dat je soms wel eens denkt van nou heb ik er echt geen zin in. Wie is er dan om jou nog eventjes dat duwtje in de rug te geven? Ja, mijn trainster Margot en ja, allemaal andere mensen die er dan ook trainen. Ik heb wel begrepen dat je ook turnt. Ja, dat klopt. Ik turn 9 uur in de week, 3 dagen. Dat helpt ook wel. Ja, want daaruit haal ik ook wel mijn kracht en energie. En ja, ook door het paaldansen word ik daar sterker in. Maar ook omdat ik daar kracht en lenigheid doe, gebruik ik dat hier. Wat zou je aan alle mensen die pole fitness nog niet kennen willen vertellen over pole fitness? Ja, dat je het misschien wel een keer moet gaan proberen, want het is wel heel erg leuk om te doen en als je het niet geprobeerd hebt, ja, dan weet je ook niet hoe het is. Heb je zelf een techniek wat je echt het mooist vindt of misschien het moeilijkst? Nou, ik vind bij mij de mooiste hangover bridge, omdat die gewoon, ja, dat is gewoon, ja, dat kan ik gewoon goed en ik vind het leuk. En wat doe je dan precies bij de hangover bridge? Nou, je klimt erin en dan klem je je benen om de paal en dan val je naar achter en dan maak je, zeg maar, een soort van bruggetje op de paal. Heb je dat ook op het NK gedaan? Ja. Daar scoorde je mee. Ja, ik denk het. Dat houten geraamte daar aan die Prijzenweg, waar dan zo hard wordt gewerkt, wat is dat nou precies? Deze maand in Hallo Culemborg gaat Marjolein langs om erachter te komen wat voor gebouw dat dus moet gaan worden. Ja, welkom weer bij Hallo Culemborg. Ja, en misschien heb je het wel gezien bij de Prijzenweg. Er staat opeens een redelijk imposant gebouw. Maar wat is het? En wie is hier aan het werk? En we dachten, laten we even een kijkje nemen. Dus ga mee. Hoi. Hoi. Wat is het? Ja, ze noemen het al de kathedraal. Maar het wordt het informatiecentrum voor de CV Parijs. Die hier samen met Heijmans en Van Maurik de rest van de wijk gaat ontwikkelen. En van waar sta jij hier? Ben je dit aan het bouwen? Heb je het ontworpen? Hoe werkt het? Ik heb het ontworpen en ik ben het ook aan het bouwen. Ja, het ziet er heel indrukwekkend uit. En mogen we misschien ook even binnenkijken? Ja, tuurlijk. Ja. Okay. Show me. Ik ben benieuwd. We zijn nu in de kas en dit is een binnen-buitenruimte waar ook een hele grote boom in komt te staan. Een echte boom? Ja, en je kan hier ook de constructie mooi zien. Er zitten 700 stijgplanken in dit gebouw. Die hebben we allemaal op maat gezaagd en in de juiste hoeken naar elkaar verbonden. En dat vormt de hele constructie. Je kan het hier goed zien dat er 3 planken
op elkaar zitten en de middelste die steekt iets uit, waardoor dat de sponning voor het glas is. Dus dan heb je gelijk het kozijn en de stevigheid van de constructie. En wanneer staat hier de boom en kunnen hier de eerste bezoekers ontvangen worden? Over een paar weken komt het college hier al vergaderen en daar werken we nu hard naartoe om het helemaal winterwaterdicht te krijgen en een paar mooie interieurelementen ook te hebben staan. En van daaruit gaat het over. Dan komen ze vanuit het oude informatiecentrum hier naartoe. Dan gaan ze hier flex werken. Ja. En is het dan ook permanent het idee dat het dan blijft staan? Nee, het staat voor 10 jaar. Ze gaan in 10 jaar nog ongeveer 800 woningen ontwikkelen en bouwen. En dan halen we het weer uit elkaar en dan zijn de stijgerplanken weer te verwerken tot meubels. Dus het is allemaal in elkaar geschroefd. Er zitten nu 7000 schroeven in. En die planken kunnen allemaal weer gebruikt worden. Hey, dit is grappig, want ik kijk door het glas en dan zie ik allerlei verschillende kleuren isolatie. Ja. Wat is wat? Ja, we hebben hier allerlei soorten isolatie zichtbaar, duurzame voorbeelden. En daarmee wordt het gebouw ook een soort showroom. Dit is hennepvezel met jute. Mm-hmm. En daarin zitten gerecyclede spijkerbroeken. En hier zitten houtvezels in. Uh-huh. En er is de isoflas. En we krijgen ook nog schapenwol. Die zitten er nog niet in? Die zitten er nog niet in. We zijn er nog aan het werk. En dat glas is als het ware de regenjas die aan de buitenkant het hele gebouw bedekt. Dus alles aan de buitenkant is van glas. En dan zie je overal de isolatie zitten als een soort voering van de jas. En aan de binnenkant is het met houtplaat afgewerkt, wat gelijk ook weer de muur is. Ja, Jorn, we staan hier op de eerste etage. En hierachter komt dan de wijk? Ja, hier verrijst in de komende 10 jaar nog 1000 woningen. 1000? Ja. Ja, we zijn al even bezig. Maar goed, de markt gaat heel snel, dus het zou zo in 5 jaar kunnen. Maar dat is niet aan mij. Nou, dankjewel voor je tijd en voor je rondleiding. En heel veel succes met het afmaken en het nagenieten daarna van dit mooie bouwwerk. Yes, dankjewel. Ja, en dat was hem alweer. Een aflevering van het Culemborg TV Maandjournaal. Het zit er weer op? Ja, het zit er weer op, helaas. Want heb je nieuws, ideeën of wil je vrijwillig tv maken met ons? Kijk dan op onze website culemborg.tv of op onze Facebookpagina. En we bedanken jullie voor het kijken en graag. Tot ziens.